Het is zondag de 8e van de maand februari. Goedenavond, ik heet u van harte welkom bij deze aflevering van 1 voor 12. Op deze zender kanaal 20 Trishul TV. 1 voor 12 is per heden op dit station te volgen en niet meer op ATV. De reguliere uitzending zal dus op de dinsdag zijn om 7:45 s'avonds en de herhaling op zondag om 6:00. We starten voor deze eerste keer op deze zondag. In deze aflevering belichten wij enkele updates, goed nieuws en toch wat minder aangenaam nieuws. De update van een behoorlijk zieke vrouw die uit huis gezet dreigt te worden door haar stiefmoeder. Een update over het geval van een oudere mevrouw met haar minderjarig zoontje in Oenmol. En dat van Reinier Pinas, beter bekend als Wong van Resort Van Dijk. Dit alles straks na de break. Blijft u afgestemd. Meisje, nou was aan Nico actie. Ik noem maar Borgin Tem Friari, no? Want laatst die bar feest aan jambe sweetie. Na Angels Keuken Wonder Ketchup. Na Angels Keuken zoet zure saus. Na de sandak mipo janjame kan jambe sweet zo. Het geheim van de keuken. Angels Food. Angels produceert op hygiënische manier de volgende wondermiddeltjes. Angels Keuken Wonder Ketchup. Zoet zout of zoet zout pikant. Angels zoet zure wondersaus. Onmisbaar in de keuken. Maar ik ben actie niet vast stroop bij sweet zo. Na zelf Angel Food bedrijf in met haar stroop. En Angels stroop en sap in verschillende overheerlijke smaken. Allen uit echte Surinaamse vruchten. De wonderkeukengeheimpjes van Angels Food vindt u onder andere bij Kasi Trading en alle andere goed gesorteerde zaken. Angels Food. Telefoon 87 98 711 of 72 96 716. Hi lieve, ik ben er. Wat is er? Luister Rudy, ons huis staat op de veiling. We hebben nog maar 2 dagen. Ik heb vrienden, kennissen allemaal gevraagd waar ik wat geld kan lenen. Maar niemand leent je tegenwoordig geld. $5,000. Is maar nog alleen om dat hier. Luister, luister. SCIF, Stichting Kamerwijn Investment Fund. De instantie waar u al uw beleningen kunt doen. Ga naar daar. Hey. In het goedgekoeld kantoor van Compa, de Oost-West-verbinding, wordt u door ons getraind personeel van informatie en advies voorzien. Hoeveel geld gaat u lenen? $5,000. Ook doen wij beleningen op sieraden, auto's, woningen en percelen. U komt slechts met de geldige bescheiden die gelden voor normale beleningen. Afhankelijk van de taxatiewaarde krijgt u 50% van het getaxeerde bedrag uitgekeerd. $5,000 heb ik gelijk kunnen krijgen van SCIF. Ons huis is gered. Rentepercentage vanaf 1% per maand. U krijgt een looptijd van 5 jaren. Snel geld lenen tegen soepele voorwaarden? SCIF. Stichting Kamerwijn Investment Fund. Loop langs aan de Oost-West-verbinding nummer 77A in het gebouw van Compa. The helping hand to a better future. SCIF. Honey, over een paar dagen ben ik jarig. Wat krijg ik van jou als cadeau? Papatje, we gaan gewoon uiteten. Maar schat, ik wil niet uiteten. Ik wil naar Danta Bay. Soto Bay? Danta Bay. Ben ik haar zo? In het binnenland. Papatje, binnenland. Maar ero weet ik dat weer. Echt niet. Weg van het leven van alle dag en midden in de natuur ligt Danta Bay. Avontuurlijk, prachtig en bovenal rustgevend. Na Danta Bay is het veilig reizen te water en tegenwoordig ook over land. De keus hebt u uit dagtours en meerdaagse tours. Op Danta Bay is er nog veel meer avontuur. Sinds kort is er een professioneel aangelegde kabelbaan met deskundige person-to-person begeleiding. Danta Bay. Beleef het avontuurlijke en geniet van de natuur. Doe uw boeking bij Viviri Tours. Voor info belt u op 47 51 43 887 2111. U kunt ook onze website bezoeken. Danta Bay. Beleef het avontuurlijke en geniet van de natuur. Abo mobile later, abo. Dank. Waar je komt, zo? Zo'n probleem heb ik niet. Mijn toilet verstopt. Mijn gasbom leeg die mantel. Dat mijn naam nou een lotto. Mensje, dat is zo. Maar die werd hem ching goud zijn die drapa is ching. Dat is hem doen aan Alle dem chip chip pis 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 go to zijn bij Abjaza of zo.
Ik tek den samen aan den goud zijn of mij. Ik dat den go. Let ako unen straat ja zo. De gouden lili. Yes, Iwan tegi mi taki. Den goud zijn die mij de degram magwelip die mij serden. Yere ye serden. Mate yaba money baka. Ye meka sem model baka. De gouden lili. De gouden oplossing waar u op discrete en eerlijke manier al uw goudzaken kunt doen. Het opkopen van al uw sieraden. Wit en geel goud. Sloop sieraden, stukjes sieraden, maar ook VCB-pandbewijzen. Wij doen zelfs ook aan beleningen op gouden sieraden, maar dan op vertoon van uw ID-bewijs. Maar natuurlijk zijn wij ook professional in het repareren, schoonmaken en vervaardigen van al uw gouden en zilveren sieraden. De Gouden Lady, te Lelydorp bij de Lelydorpmarkt naast Hollandia, waar ook de bloemisterij en de giftshop met verse natuurbloemen, kunstbloemen en ook prachtige vazen en wandstukken en giftset zijn ondergebracht. Voor het gemak stapt u ook in ons filiaal aan de Koningsstraat nummer 97. De Gouden Lady, te Lelydorp en aan de Koningsstraat met altijd een gouden oplossing. Op zoek naar aircompressors, lesapparaten of powertools? Uw zoektocht is voorbij. Equip Auto Suriname aan de Johan Adolf Pengelstraat 75 heeft alle uitrustingen voor garages en spuitinrichtingen. Bij ons bent u terecht voor complete autoliften voor garages, complete luchtledinginstallaties en bandenreparatieapparatuur. Wij verkopen apparatuur van de beste merken zoals Irimo, KS Tools, Prevost luchtledinginstallaties, Fiat aircompressors en Telwin lasapparaten. De installatie is geheel kosteloos en u krijgt 1 jaar garantie. Onze apparatuur wordt uitsluitend uit Europa gehaald. Equip Auto is een dochteronderneming van Equip Auto Cayenne met meer dan 15 jaar ervaring. Bel ons op 475865 of 475831 of kom even langs. GJ, NH, Infrastructuur en Wegmeubilair Suriname NV. Bij dit bedrijf genieten professionaliteit en kwaliteit prioriteit en dat volgens internationale normering. Wij zijn de pro's en de modernste op het gebied van het vervaardigen en aanleggen van wegmeubilair. Wij gaan voor infra voor veilige en zichtbare wegen middels duurzame thermoplastische wegmarkeringen, tekst- en symboolmarkering, moderne geleiderrails, zogenaamde vangrails, verkeersborden en tekstborden, verkeersgeleiding en bebakening, borden in verband met verkeersmaatregelen en verkeersregelsinstallatie. En dat met ultramoderne apparatuur. Daarnaast doen wij ook professionele diensten voor kortweg iedereen. Voor ons is geen job te groot. Onze diensten bewijzen dagelijks hun nut. GJNH, Infrastructuur en Wegmeubilair Suriname NV. Waterkandustraat 52, ingang Duisburglaan. Auto huren? Haroon Line NV Car Rental. Overolstraat 3, Rainville. Is al vele jaren nummer 1. Vakantiegangers opgelet. Vanaf $18 per dag kiest u uit stadsauto's, 4x4 pick-ups, SUV's en bussen. Nissan Note, Toyota Fitz, Toyota Est, Nissan Tiana, Honda CR-V, Toyota Harrier, Toyota Land Cruiser Prado, Toyota Lexus, RAV4, Toyota Hilux, Figo en de Toyota Nova voor 8 personen. Allemaal voorzien van airco. Auto huren doe je bij Haroon Line Car Rental NV. En onze service komt met een smile. Telefoon 479-667, 479-614. E-mail info@haroon-line.com of ga naar www.haroon-line.com. Overolstraat 3, Paramaribo. Hey Liefie, gaat het? Het gaat niet. Waarom? Kijk, zolang je dat kind die laptop hebt beloofd, tot nu toe heb je die laptop nog niet gekocht. Over die laptop gesproken, ik moest winkel in winkel uitlopen. Diezelfde laptop die ik zag, is veel duurder geworden. Dus ik zeg van, ik ga het met je bespreken om toch iets anders voor dat kind te kopen. Dat kind rekent op die laptop liever. Winkel in winkel uit, is niet meer in de mode. Laparkan. Online bestellen. Waarom moeilijk als het makkelijk kan? Koop online via Laparkan. Voor de private mailbox service contact Laparkan Suriname aan de Henk Aronstraat, nummer 144, telefoon 42-63-41 of e-mail suriname@laparkan.com. Mijn lipstick heb ik via Laparkan gehaald. De private mailbox service van Laparkan.
De beste car deal sluit u waar u de beste service krijgt. Dus bij SDR Car Center, Hoek Highway en Dagraadweg. Waarom SDR Car Center? Wel, eenvoudig. Bij SDR Car Center staan de mooiste Japanse en Amerikaanse A1-conditie auto's uitgestald. Krijgt u 6 maanden garantie op nieuwe auto's, onder andere service op de motor, gearbox en airco, 2 servicebeurten, waarvan de tweede service na 3000 kilometer, keuring, verzekering en kentekenplaat. SDR biedt verschillende financieringsmogelijkheden, intern met een aanbetaling van 50%, financiering bij de bank met een aanbetaling van 25%, zelf ook 0% financiering, maar dan met een schuldvrij perceel als onderdekking. Verder bieden wij uitstekende deals bij inruilmogelijkheden. SDR Car Center verkoopt ook zwaar materieel. Wij zijn van maandag tot en met vrijdag van 8 uur 's morgens tot 7 uur 's avonds en op de zaterdag van 8 tot 1 open. SDR Car Center, Hoek Highway en Dageraadweg. Pas, pas. Ik go. Mi ready voor bouwen weer. Oh. Ja, maar bij alle desani in de buurt die pem den highway dape. Pem den highway, wat kan we zomaar weer kriegen go bij desani? Nou, we kriegen zeer bouwmaterialen toch. 30 jaar ik ba me doar ook al disi. Na deze unat me bij mi materiaal. Ambek sana sani, de man boom kopu. De san voor de man a kwaliteit. Plus daar also de man lever you sanji. Zonder één probleem. Seunat, inderdaad de oplossing voor het bouwen en verbouwen. Seunat heeft gewoon van alles. Van betonijzer, cement, zandsoorten, elektra- en waterinstallatiebenodigheden, tot bevestigingsmaterialen. Seunat, met haar vestigingen aan de Fred Derbystraat nummer 80, Jozef Israëlstraat nummer 14 tot en met 16, Sir Winston Churchillweg 242 en haar filiaal Quattaweg schuin tegenover weg naar zee. Financiering via onze lokale banken is ook mogelijk, zelfs al met een 0% aanbetaling. Voor build en rebuild, Seunat, the only solution. Hallo Suriname! Het is eindelijk tijd dat u kennis maakt met de vriendelijkste slagerij van Suriname, Flora Slagerij. Kwaliteit, service en bovenal een goede smaak staan bij ons bovenaan de lijst. Flora Slagerij, maakt niet uit welke buurt u komt. Onze deuren staan wagenwijd open van maandag tot en met zaterdag, van 8 uur 's morgens tot 5 uur 's middags, op zondag van 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags en zelfs ook op alle feestdagen. Kip, dogs, rund en varkensvlees van de beste kwaliteit. Wist u dat Flora Slagerij de producent is van de beste verse bloed- en vleesworst in Suriname? Medeverkopers krijgen bij ons een speciale service en prijs. Wat about uw feestjes en evenementen? Ja, wij cateren ook. Onder andere onze overheerlijke barbecue en Chinese kip. Kwaliteit vleesservice met een smile krijgt u altijd bij Flora Slagerij. Floralaan nummer 70 op het Flora Project. Bel voor bestellingen op 497-804, dat is 49-7804. Flora Slagerij. Kijkers, we beginnen met heel goed nieuws. Vorige week hebben wij hulp gezocht voor een mevrouw en een minderjarig zoontje van 13 die dagelijks worden gesignaleerd in Oenmol. Omstanders maakten zich druk met dit structureel gebeuren. We namen een kijkje en troffen de mevrouw aan met haar zoontje die eigenlijk op dat moment op school moest zitten. We knoopten een gesprek aan en daar mag u vooraf naar gaan kijken. Voor u het goede nieuws van Carlos Pinas verneemt. Uw aandacht daarvoor. U bent vaker hier gezien, mevrouw. Ik ga werken en dan kom ik hier zo zitten. Er is veel druk om die jongen voorlopig, dus voorlopig kan hij niet op school. Psychische druk? Toch wel. Mijn goede, wat moet ik doen? Het is een heel verhaal dat ik niet wil vertellen voor de camera. Ik zou u wel willen met u willen delen en met anderen. Maar wanneer ik van het werk kom, kom ik hier zitten en daarna ga ik uitrusten. En ik maak toiletten schoon. Alleen om hem te kunnen verzorgen. Ik kan niet anders. Ik heb echt hulp nodig van mensen om me heen. Ik ben al op leeftijd. Ik heb een kind van 13 jaar. We hebben heel veel problemen. Ik zou het niet zo hebben gewild. Ik draaide een snack, u heeft het zelf gezegd. Ik schrik er eigenlijk van dat u zoveel over me weet. Maar ik heb echt hulp nodig.
Dus wie me wil steunen mag. Echt waar, ik schaam me niet ervoor. Als er iemand daar is dat ons kan helpen aan een plaats. En helpen om ons leven beter te laten gaan. 1 voor 12 heeft een hele dag gewijd naar het zoeken voor hulp voor deze familie. We togen zelf helemaal naar het district Para. Na bijkans een week verder zijn we weer op bezoek bij mevrouw Geldorp die nu woonzaam is bij mevrouw Lond. Ja. Vertelt u een beetje hoe u het ervaart na een week hier? Het is heel erg leuk. We worden goed verzorgd. Ik weet niet hoe ik het aan de woorden moet brengen, maar ze is heel erg lief voor ons. Toch? Ze probeert ons op ons gemak te stellen. En ik vind het leuk hier. Je voelt je thuis hier? Ja, toch wel. Als ik zo naar je moet kijken, en ik denk ook de kijkers, ziet u er vandaag jonger uit? U zegt het. Nee, u ziet er jonger uit, knapper uit. Mevrouw Land, meer bekend als Moeti. Ik ben heel dankbaar dat u ons hebt geholpen. U hebt gezegd dat God het u op uw hart heeft gelegd. Ik geloof erin, want ik bleef bidden om hulp en ik zie Gods hand hierin. Ja, hij zal u verder helpen en zegenen. Mijn goede vriend, hoe gaat het met je? Je zit rustig. Ik heb je altijd vanaf het begin rustig gezien. Hoe is het met jou? Ja, goed meneer. Ik ben wel niet tevreden, omdat ik wil dat je heel spoedig de school weer moet bezoeken. Ja, maar dit jaar niet. Nee. We waren naar psycholoog gegaan. We waren naar psycholoog gegaan. Mijn moeder en ik. Ja. De psycholoog heeft gezegd dat die stress te veel is op me. Te veel op me heeft gewerkt. Dus eigenlijk heeft ze gezegd volgend jaar. Welk psycholoog heeft jou dat gezegd? Mijn moeder. Ooit zo. Uit jezelf wil je niet weer naar school gaan? Ja, maar ik weet dat ik niet kan gaan kunnen volgen. Oké. En hoe is jouw gedrag hier thuis bij mama Land? Normaal. Is ze tevreden met jouw gedrag hier? Ik denk het wel. Ik wil zeggen dank u wel mevrouw Land voor alles wat u heeft gedaan. Ook aan meneer Vismalen. En aan 1 voor 12. Wat is jouw wens? Mijn wens is een betere plaats. Een eigen plaats. Maar dit is ook goed. Niet dat ik ondankbaar ben. Maar een betere plaats dan zijn eigen plaats. Oh, dus je wil, kort gezegd, je wil een eigendom woning hebben. Ja, eigen. Voor jij en mama. Ja, met alles. Want we hebben geen geld om die dingen te kopen. Meneer Bob, president. Kunt u alsjeblieft mij en mijn moeder een huis geven? We hebben het echt nodig. Heb je afleiding hier? Nee, helemaal niet. Alleen tv, maar dat is ook vervelend. Wat zou je graag als afleiding willen hebben? Een laptop. Je wil een laptop, maar kan je met een laptop omgaan? Ja, ik wil mijn computer om te gaan. Hé! Ja, goed zo. Kijkers. Om op computerles te gaan. Wat kan je zoal doen op de computer? Games spelen, Google, alle soort andere dingen. Ik ken die namen niet zo goed. Maar je moet niet alleen games spelen op de computer. Je gaat je moeten ontwikkelen. Als je op de computer gaat en je hebt internet, ik denk dat tante Lon hier internet heeft. Hè? En dan zou je via internet jezelf kunnen ontwikkelen, upgraden door lessen te volgen, allerlei dingen. Als er iemand is die me een laptop kan geven, zal ik heel dankbaar zijn. Mevrouw Lon, we zijn na een week weer op bezoek bij u om te weten hoe het allemaal gaat met mama Geldorp. En zoon Geldorp. Nou, ik ben tevreden hoor. Ze doen hun best. Rustig. Ze zijn voor hun rusten. Natuurlijk zijn er regels. Maar ja, het is zo. Ja. En ik voel me heel gelukkig als ik zie dat er veranderingen zijn. Mevrouw Geldorp, ik heb er ook gezegd, je ziet er veel jonger uit. Ik heb iemand nog ingehuurd om haar mooi te kammen. Wauw. Ja, ze moest het wassen. En ja, dat helpt ook. We hebben elke donderdag kerkdienst. En ze heeft haar best gedaan hoor. Het gaat de goede kant op. Dus ik hoop dat ze het zo doorhoudt. Ik natuurlijk, als de president er kan helpen. Met een eigen huis, een eigen stekkie. Wie wil niet een eigen stekkie hebben? Maar voorlopig doe ik wat ik kan. En ik hoop dat ze tevreden zijn. Eten, drinken, volop. Dat weten ze.
Ze worden ook bediend. Ik zeg, ze heeft het al die tijd zo moeilijk gehad. Mijn broer wordt bediend morgen, mezelf. De zusters brengen eten voor haar en haar zoon. Ze eet 3 keer per dag, flink. En als ze wat tussendoor wil, krijgt ze het ook. Dus de Heere heeft mij daarmee gezegd. Ik ben de Heere heel dankbaar hoor. Het is niet mama Lon die het doet. Het is de Heere die dit op mijn weg heeft gelegd. En hij lost alles voor me op. Echt waar, ik ben de Heer. Echt herkend. God is machtig. We dienen een machtige God. Hij laat ons nooit in de steek. Zolang je maar doet wat hij zegt. Als hij wat op je hart zet, moet je het uitvoeren. Voer je het uit, lossen de problemen van zichzelf op. Het verzoek van haar zoon voor een nieuwe gympie werd door 1 voor 12 verwezenlijkt. Bij het laatste bezoek nam 1 voor 12 de nieuwe gympie mee. Zoals u heeft opgemerkt waren deze mensen op zoek naar hulp, een goede opvang, zodat zij hun leven voort konden zetten. We zijn de Pararelax Club onder leiding van mevrouw Lont erg dankbaar en hopen dat de rest van de wensen van deze mensen in vervulling gaan. Kijkers, enkele maanden terug, om precies te zijn aflevering 494, hebben wij het schokkend verhaal gebracht van een gezin te Santo Boma. Moeder, man en kind leefden in zeer slechte situatie zonder inkomsten in een bouwvallig opstal. Wat de situatie verergerde was dat de vader ongeneeslijk ziek was en daardoor in bed bleef. Later verscheen het gezin wederom in ons programma, toen met z'n tweeën, want de vader kwam helaas te overlijden. De moeder, Diane Hoft, sliep met haar minderjarige dochter op straat en zij werden door de politie ondergebracht in kinderhuiscampagne voor tijdelijke opvang. Nu hebben wij goed nieuws, want ze werden opgevangen door de familie Gisai Dubé. We brengen u een totaal verslag hiervan. Ik ben Abigail. President, help ons allemaal. Ik vraag het alleen maar als met de heren samen. Als vele mensen me bij kunnen staan om me te steunen met mijn zwakheid dat ik, waarmee ik zit. Om het met iets te kunnen oplossen dat ik een betere leven kan hebben. Je hebt dringend een woning nodig? Dringend een woning, ja. Bijvoorbeeld dat ja, dringend een nodig wil, een woning hebben wil ik. Met mijn dochtertje, want ze gaat ook niet naar school nu. Ze heeft ook al zoveel dagen verloren en zo. Dus uw oproep is heel dringend heel aan de gemeenschap, dringend. Aan de totale gemeenschap. Ja. Ook aan de autoriteiten om u te helpen. Heel dringend te helpen aan een onderdak. Ja. U kunt ook niet werken? Voorlopig nog niet, want ik moet eerst een verblijfplaats hebben. Eerst een verblijfplaats. Als ik dat heb, dan kan ik zelf mijn moeite maken om aan het werk te komen. Ik kan niks alleen, ik ga ook op mijn knieën elke avond, dat God me helpt en dat hij me kracht geeft om bepaalde dingen te doen. Dus soms wanneer ik dingen doe, als ik zelf in de spiegel ga kijken en dan kijk ik in de spiegel, dan zeg ik van no, anomidja, na minanga gado, van sondro gado mino de noti. Zoals u ons van 1 voor 12 kent, toonden wij attentie en bezochten wij Abigail met toestemming van de schoolleiding op haar nieuwe school, de Rieberg Project. Dit is de klas waar ik weer muziek volg. Ik kwam een avond thuis en mijn man zei, Natasha, ik denk dat we iemand hebben gevonden. En hij was zo enthousiast, ondanks hij nog niet wist wie het was, maar hij hoorde het verhaal en hij raakte direct bewogen. Voordat dat gebeurde, heb ik met 2 meisjes, die zaten ook met hem te kijken. En zeiden echt van, papa, we moeten deze mensen nemen, we kunnen ze niet zo laten. Dus mijn dochter pakte dat nummer en ze schreef het op een stuk papier. En ze stond erop dat hij ging bellen. En toen hij gebeld had naar jullie, toen had hij echt iets van, dit moet het gewoon zijn. Dus ik zat te kraken, want ik heb haar niet gezien op de televisie, ja. Omdat ik laat thuis aankom. Maar die avond toen ik thuis kwam, want ik hoorde op school van, ze zijn er. Dus ik begon een dansje te hebben op school. Niet eens wetende met wie ik te maken zou hebben, maar gewoon het gevoel van, soms voel je aan van, iets kan gebeuren. Het is goed, ja. Snap u? En er zijn zoveel mensen die daar wilden komen wonen. Maar ik zei altijd, heren, als het niet de juiste mensen zijn, laat er iets ertussen komen. En zo gezegd, zo gedaan. Dat is het in Tori. Dus en toen ze thuis aankwamen, ik heb ze geknuffeld. Want ze moeten zich thuis voelen. Precies. Ja, echt. Dat we direct alles zitten regelen. Alles dat ze zich lekker welkom voelen. Maar ik mag niet klagen. Diane is een schat hoor. Ik vraag me af waar ze al die tijd was.
En ze voelen ook thuis. Nee, God. Ze is gewoon mijn vriendin. Ik heb haar gezegd, we zijn familie. Ze moet zich niet het gevoel hebben van, het is mijn erf, dus ze moet zich minder voelen. Nee, want anders dan geeft ze mij het gevoel alsof. Ik wil dat ze zich lekker voelt, thuis voelt. En vandaag zitten we precies anderhalf week verder. Ja. Hoe is haar gedrag op school? Hoe presteert ze? Nou, ze heeft een hele lieve juf. Ze knuffelt kinderen graag. En ze had al door dat Abby iets met haar aan de hand was. Dus ze heeft een persoonlijk, ze gaat u later ook zelf vertellen. Als u naar haar toe gaat, ze heeft een gesprek met haar gehad. En uit dat gesprek bleek dat ze met bepaalde dingen zat. Ze hebben lekker kunnen babbelen. En ze heeft een kleine achterstand volgens mij bij rekenen en lezen of zo. Dus wat heeft die juffrouw afgesproken? Wat ze eigenlijk al gewoon is te doen, met toestemming van de mama's, heeft ze gisteren dus Abigail meegenomen naar huis bij haar. En ze gaat dus oefenen. Extra begeleiden. Ja, dat is gewoon haar ding, hè. Kindertjes meenemen goed. Met toestemming. Ja, ja. Wanneer ze ziet van, hier, de kinderen maken het goed, dan volgende kind. Wat is groot. Echt, meteen. Goedemorgen, jongens en meisjes. Abigail? Heeft ze goed gedaan, jongens en meisjes? We zijn ongemeld naar binnen gekomen. Okay, en we treffen Abigail. Heel druk met het werk op bord. Dat klopt. Hoe is Abigail hier bij u? Zo, ik ga u eerlijk zeggen, ze was er vorige week, 30, dat is vrijdag, dacht ik, dat ze voor het eerst naar hier is. En ik kende haar achtergrond wel niet. Toen heb ik met haar gesproken. Ik heb haar op mijn school gehouden. Ik heb toevallig ook een meisje hier op school. Ik heb haar gevraagd als ze bij me wil komen. Waarom? Ik zei van, omdat God me heeft gestuurd. Omdat je me nodig hebt. Is niet zomaar kom je aan deze kant. De Heer heeft mij gestuurd om je weg te brengen. Is omdat ik heb een missie voor jou. Je hebt mij nodig en ik heb jou nodig. Als je het niet erg vindt, dan ik ga mama vragen als je mag komen. Ze zegt van ja, ik heb een meisje laten roepen. Ik heb er gewezen wie dat kind is. En toen heeft ze gezegd, ik heb het gezegd. Wel, mijn meisje was blij. Want ik nam ook kinderen naar huis hoor. Dat is eigenlijk mijn werk ook een beetje al. En toen vroeg ik haar, ga je erg vinden? Ze zegt nee. Ik zeg, ga je mama missen? Ja, eigenlijk wil ik hebben dat mama erbij moet komen. Ik heb haar toen gezegd van luister, maar als mama niet kan, moet je wel niet erg vinden. Ik ben ook je mama. Toch? Alles wat ik heb, je bent vrij in mijn huis. Toen zei ze van okay, toen heb ik haar een brasser gegeven. Ze heeft me zelfs een stevige brasser gegeven. En toen heb ik er gezegd, kijk, ik ga tante Tasse vanavond bellen en er op de hoogte stellen en mama ook. En dan maar mag je morgen je directoatjes, je onderbroeken, je kleren meenemen. Ze zegt van ja. We zijn nu een paar weken verder. Hoe gaat het met Abby? Ben je tevreden met wat allemaal voor je gedaan wordt? Ja. Dus je gaat je best hard doen. Ja. Abigail, all the best, doe je best. Ook bezochten we Abigail thuis. Maar hier is erg leuk, fantastisch. Hier is prachtig om te wonen. Luchtig en ik voel me thuis. En ik ben op mijn knieën gegaan om God. Ik ga nooit vergeten. Wat God voor me heeft gedaan. Ik ga het nooit vergeten. Ik ga ermee leren leven. Totdat God me nodig heeft. Als hoe hij anderen ook nodig heeft. Gehad om ze mee te nemen. En zo. Ik heb ze echt op mijn knieën blijven gaan voor God. Wat hij voor me heeft gedaan is meer dan goed. Is meer dan goed. Hij heeft een eigen woning hier. Eigen woning hier, ja. Prachtig. Is het hier midden. Zoveel fruit, zoveel groente. Groente, ja. Natuur. Dus je bent letterlijk in natuur. Letterlijk in natuur, ja. En dat houdt je gezond. Houdt me gezond, fit. Ik wil 1 voor 12 ook heel hartelijk bedanken. Heel hartelijk bedanken. Meneer Vismalen, ik wil je echt bedanken hoor. Vandaag ga ik je echt bedanken samen met God.
dat God je meer moet sterken. Hij moet je meer kracht geven om anderen ook als mij ook te helpen. Om ze ook te helpen om ook als mij te zijn. Net als hoe ik nu ben, kunnen ze ook zo worden. We nemen het van u mee en we willen u veel succes toewensen. Ja, dat u vandaag en de dag met de genade van de kracht van boven een beter, beter onderdak heeft. Onderdak heb gevonden, ja. God zegen. Met God zegen, broeder. God zegen. God zegen. Dat is de A. Doe je handen eronder. Welke hand is je linkerhand? Oké. Dan moet je die boven zetten. Daarmee maak je de... En de andere schuif je een beetje naar beneden. Die andere duim schuif je. Die andere hand, die moet ook werken. Ja, opschuiven, een klein beetje. Los, andere, niets mag daar dicht. En fluiten. Dat is de B. Applaus. Applaus. Is het vandaag geleden. Dames, kent u dat ook? Dat u kleren aantrekt waar alle vetrolletjes uitpuilen en niets mooi zit? Dan is het hoog tijd daar wat aan te doen. Elke maandag, woensdag en vrijdag bent u bij ons terecht voor gevarieerde fitnesstraining, Zumba Fitness, kracht- en conditietraining. Er is ook een gediplomeerde gewichts- en voedingsdeskundige die indien nodig u kan begeleiden. U ziet het, een ieder komt aan zijn trekken. Join us at Club Satchmo en per 1 januari 2015 at COB aan de Gemeenelandsweg schuins tegenover Bronsplein. Voor info kunt u bellen op 893-1075. Vraag naar Judith. It's time to take charge. Maak de tijd voor uw gezondheid. Deze reclame is mede mogelijk gemaakt door de Tegelwereld Plus, Hoek van Nitsigenstraat en Sofie Redmondstraat en Kingstrankenpaleis, Hoek Gemeendelandsweg en Fred Derbystraat. Mensen, maak tijd vrij. Je hebt een groot deel van je gezondheid zelf in handen. Look good, feel good, get in shape. Op zoek naar kwaliteitsauto-onderdelen? Dan is Artco Trading het beste adres. Bij Artco bent u terecht voor motormanagement, dus het op professionele wijze scannen van uw voertuig en het weer op maat brengen van uw remdisk. Auto-airco kapot? Bij Artco is herstel mogelijk. Is uw auto defect? Maak snel contact met Artco, de kampioen in onderstelreparatie. Verwisselen van alle types smeerolie? Bij ons ook mogelijk. Artco heeft verder een uitgebreid en goed gesorteerd assortiment aan ball joints, fan- en timing belts, motorsteunribbers, steekassen, wielbearings in verschillende afmetingen. Kortom, alle onderdelen in voorraad. Wij verwelkomen u dus binnenkort in onze onderdelenzaak. Wij staan aan de Martin Luther King Highway 16. Ook in 2012 is Artco Trading the best in car services. Maboy papi, pa karbasi de, pedem pani de, pa koko pemba de, pa bijibiri de maner. Pa sukura leti aleti. A euro dis mino manga kono srati moro. Sta mara mateng, na melo tek de na mechare koji pa sukuru. Enough ko no want ta mara mateng. No no want filial fu mahabir opona para pasitu. Na leja es om de hook. Ray Snelgo, Ray Bayisan Drape. Last stop. Hoera! Mahabir Drugstore breidt de diensten uit. Aan de Indira Gandhiweg nummer 252 heeft Mahabir sinds kort
een ruim gesorteerde afdeling met een nog grotere keus aan huid, haar en gezichtsverzorgingsproducten. Culturele artikelen, waaronder wieroken, oliën, verschillende culturele benodigdheden, panjes, houtsnijwerken, culturele banken, noem maar op. Let op onze openingstijden van maandag tot en met vrijdag van 9 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds en op zaterdag van 9 uur 's morgens tot 5 uur 's middags. Op de zondag volgens afspraak. Bel daarvoor op 036 76 49 of 036 85 03. Mahabier, nu ook aan de Indira Gandhiweg 252, 100 meter voorbij Welgedacht A-weg. Voor meer cultureel plezier, kom bij Mahabier. Echt veranderd hier, hè? Het is aardig veranderd, hè? En nog wel. Echt mooi. Ja. Maar we gaan toch niet de hele tijd hier blijven? Ga toch een beetje doorwandelen. Niet ver van de Kankantriestraat staat Motel Kobi. Waar ga je? Ik breng je toch thuis? Nee, ik wil niet naar huis. Je moest in de Calcutta-straat zijn afgeslagen. Ik wil naar Kobi. Kobi, wat is Kobi? Rij, je zal zelf zien. Aan de Bruinaardstraat 19A Abrabrochi. Motel Kobi is eenmaal 24 uur open. In onze nette kamers kunt u lekker relaxen. Lang verblijf, kort verblijf, het is wat u zelf wenst. De prijzen zijn aantrekkelijk en de service magnifiek. Privacy is gegarandeerd, brada. Dus probleem nodé. Motel Kobi, Bruinaardstraat 19A, omgeving Calcuttastraat. Het geluid van vakmanschap galmt door de straten. Daadkrachtig, doeltreffend, dynamisch. Ja, triple D, dat zijn wij. Daarom zeggen wij, kwaliteit plus zekerheid is continuïteit. Voor meer info, bel met de nummers 8899375 of 680-4021. Of bezoek onze Facebookpage, triple D. Vorig jaar april hebben we mevrouw Pat Madebi gebracht. Zij is behoorlijk ziek. De ziekte is niet te verklaren door de dokter, zegt ze. En ondanks de slechte gezondheidssituatie dreigt ze uit huis te worden gezet door de stiefmoeder. Het gedrag van die stiefmoeder kan ze niet verklaren. En met smeek en beden vroeg ze voor een beetje begrip van de stiefmoeder om nog te blijven in het huis. We brengen u de reportage van dit item zoals we die hadden in aflevering 468. En vandaag ook een update van de situatie. Kijk, luistert u maar mee. Mevrouw Padma Debi, wat scheelt u? Zo, ik ben ziek, zoals me hier ziet. Kan niet vrij lopen, niets voor mezelf, afhankelijk van mijn vriend. Koken zelf kan ik niet lopen, opstaan, zitten. Voor alles heb ik een beetje moeilijk. Dus... En hierdoor heb ik ook problemen van met mijn stiefmoeder, van dat ik weg moet van hier. Ik weet niet waar ik moet gaan. Hoe ziek bent u? Ziek, zo. De dochter kan me niet zeggen wat er met me scheelt. Ik heb niets, geen hoge bloed, geen suiker, geen andere ziekte. Van binnenin ben ik gezond. Van de dochterkant ben ik gezond, alleen met pijnen en gewrichtspijnen, laat ik zo zeggen, gewrichtspijnen. Alles wordt krom. Zie je dat uw hand een beetje verminkt is? Verminkt, ja.
zelf. Ik was een werkende vrouw van Combi Markt. Ik was een cashier van Combi Markt. Bijna 10 jaar of zo zit ik al thuis. U bent hier in de woning. We zouden bijna moeten denken van gelukkig, u hebt een dak boven uw hoofd. Ja. Maar dat schijnt straks tot het verleden te behoren. Wat is er precies gebeurd? We hebben begrepen dat u moet ontruimen. Ja, ik heb nog 2 maanden speling gekregen om weg te gaan van hier. Zo, weet niet waarom. Wat de reden precies van mij is. Ondanks uw gezondheidssituatie? Ja, ondanks mijn gezondheidssituatie, ja. Wie maakt u allemaal aan om van hier te verhuizen? Mijn stiefmoeder. Ik heb geen moeder en vader. Dus door mijn stiefmoeder moet ik weer eruit. Want zij heeft me hier gezet. Dat is de tweede vrouw van uw vader? Ja. En waar is uw vader? Mijn vader is ook al overleden. Het is al bijna 10 jaar dat mijn vader is overleden. Dus u bent wees en verder opgebracht door uw stiefmoeder? Stiefmoeder, kleins af, ja. Oké, en nu heeft uw stiefmoeder gezegd dat die moet verhuizen? Verhuizen, ja. En vraag ik nou, waar ga ik gaan? Hoe ga ik huur betalen? Mijn vraag was, heb ik mijn moeder zo brutaal deze vraag gesteld? Hoe ga ik het huur betalen? Mijn stiefmoeder vindt van, ja, ik moet een huis van 300 tot 250 zoeken. Zeg maar, niemand geeft zo'n goedkoop huis. Je moet een kale kamer gaan zoeken. Je hebt dingen, je kan daarmee leven. Ik zeg, mama, is goed. Hoe was de verstandhouding? Was goed. Ik ging iedere keer iedereen helpen. Maar ja, sinds ik ziek ben geworden en zo, dan willen ze niets meer van me horen. Dus dat uw ziekte de reden is waarom u eigenlijk moet verhuizen van hier? Ja. Misschien dat, maar ik vind van ja, ik val niemand lastig. Ik probeer alles voor mezelf te doen. Ik veeg mijn huis, ik doe alles. Ik loop met mijn bezem, de hele dag ben ik met mijn bezem bezig. Beetjes bij beetjes, 1 keer kan ik mijn huis ook niet schoonmaken. Is ook groot. Oké, ik neem aan, ik ben een huisvrouw, ik moet het schoonmaken. Anders wordt mijn huis, blijft mijn huis maar zo vies en vuil blijven. Ik moet alles in mijn huis doen. Alle nutsvoorzieningen, stroom en water hier? Ja, zijn de buren die me helpen met medeleiding. Zelf heeft u geen meter? Nee. Maar ik kan kijken, erf heeft geen meter. Stroomkabels zijn getrokken van helemaal van buurman aan die kant. Mijn tuinslang is in mijn badkamer gezet. Wanneer ik geen water heb, gaat hij water voor me trekken. Dus u bent ziek, u moet verhuizen en ja. Daarna moet u de nutsvoorzieningen delen met de buren? Ja. Of u krijgt dat van de buren? Nee, ik heb die buren gevraagd, die ene is mijn verte nicht van het familie, heb ik haar gevraagd. En door het medelijden van hun heb ik stroom en water gekregen. Maar van wie is dit perceel? Deze is zelf van mijn moeder, die stiefmoeder. Het is van uw stiefmoeder? Ja. Dus het is niet van uw vader geweest? Nee. Hoe komt dat uw stiefmoeder u inmiddels zo behandelt? Was ze altijd zo tegen u? Nee. De laatste tijden is ze zo geworden. En u denkt dat iemand de oorzaak is? Ja, het komt door mijn stiefvader. Is de ophitsing van mijn stiefvader. Maar heeft ze u verteld wat de reden is waarom u moet verhuizen? Wil ze de intrek hier nu hebben, ja, of wil ze gaan verkopen? Ik twijfel voor 2 dingen. Eerst sprak ze van, zij wil van hier verkopen. Wil ze een auto kopen. Tweede keer hoor ik van, ja, zij wil zelf hier komen wonen. Dan gaat het weer terug. Ze wil een auto kopen. Dan hoor je, ze wil weer hier komen wonen. Ik weet niet wat ze wil hebben. Waarvan leeft u? Met mijn sociale steun. En hoeveel is dat? 325 is echt niet genoeg. Met 325? Ja. Maar kan je niet de hele maand doorbrengen, toch? Nee. Dat geld? Nee. Daarom moet ik een beetje afhankelijk ook van mijn vriend zijn. Hij steunt me verder met alles. Bent u onder behandeling van de dokter? Ja, maar voorlopig ben ik gestopt, want ze kunnen niets vinden. Ik kreeg alleen maar medicijnen van de dokter. Ik ben weer bij de huisdokter gekomen. Ik kreeg alleen maar folter en tabletten in te nemen. We zien dat u een gapende wond heeft. U heeft een ontstokende voet. Een ontstoken voet. Ja, dat klopt. Maar de dokter kan daar ook niets krijgen. Het is ook geopereerd. Behandelen van dokter Girja Singh. Ja, maar geen verbetering. Als het zo doorgaat, bent u niet bang dat u uw voet verliest? Ja, dat wel. Ben ik wel bang, ja. Maar het ziet er erg ontstoken uit. Ja. Het enige kan ik maar kokosolie alleen daarop plaatsen, geen andere medicijnen. Zodra ik betadine zelf daarop zet, komt er direct bloed eruit. Wat denkt u dat er met u aan de hand is? Zo, gewoon gesproken van mensen die me op de poli of ergens ontmoeten, vragen me...
vragen me van, ja, wilt u niet ergens zo bij iemand gaan? Ik heb dat ook geprobeerd. Ze hebben me ook geholpen. Ze hebben me gestuurd, gebracht. Dat kost wat geld. Dat kost wel wat geld, ja. Heeft hij u verteld wat u scheelt, wat er met u aan de hand is? Ja, hij heeft gezegd van ja, zijn dingen van voorouders en ik ben opgeofferd voor bepaalde dingen in het Hindoestaanse cultuur. Is dat ook misschien niet de reden waarom uw stiefmoeder u uit het huis wil? Geen idee. Ik vraag ook, soms heb ik ook helemaal geen geld. Ik krijg recepten van de dochter van ik moet soms medicijnen zelf gaan kopen. Ik vraag mama, ga je mij helpen, want ik heb helemaal geen medicijnen. Mama zegt, ik ga kijken. Ik heb geen geld, ik werk niet. Ik zeg mama om een tablet te kopen. Vraag liever oom voor me, dan koop je medicijnen voor me. Nooit heeft ze me geholpen, nooit. Ze heeft me sinds mijn 2 jaar kind opgegroeid. Laten trouwen in het Hindoestaan, hoe het in het Hindoestaan gebeurt. Alles gedaan. Heb je kinderen? Ja, ik heb een dochter van 8 jaar. Maar ik moet dat plaatsen in het internaat. Waarom? Omdat u er niet kan verzorgen? Is niet verzorgen, omdat ik telkens naar het ziekenhuis moest gaan. Opgenomen om grondig onderzoek en dan bleef niemand hier zo. En dan was ik alleen. En was ik alleen met mijn dochter. Vandaar dat ik nergens niemand mijn kind wil kijken, had ik haar in de internaat geplaatst. Ik zou u vragen, mama, of u me een kans kan geven. Zodat ik hier kan blijven. Ik heb nergens plaats om te gaan. हमें घर ना है हम कहाँ पर जाबे हम कैसे घर के यूरोप हरब एक हब की ऐतव De vriend van mevrouw Padma Debi, we zijn hier gekomen en we hebben de situatie gezien van uw vrouw. Die vrouw is niet zo gezond, of uw vriendin is niet zo gezond. U moet de eindjes aan elkaar knopen, u moet af en toe wat werk gaan doen om nog brood op tafel te brengen. Want het overmaat van ramp moet u verhuizen van die locatie hier. Wat vindt u er zelf van? Kijk, toen was hier bos, heb ik alles hier schoongemaakt vanaf het begin, was alles goed. Maar ineens kreeg ik een telefoon dat ja, zij moet van hier verhuizen, zoals mijn vriendin. Ik weet niet wat is aan het doen, ben ik naar daar toe gegaan. Vorige week, ik ben daar gegaan en toen zegt mama, wat moeten we doen? Toen heeft mama gezegd, luister, ik geef je 2 maanden speling, je moet eruit. Want ik ga het per se verkopen, ik ga een auto kopen. Toen zegt ze me, ja, ze gaat hier komen wonen en zo. En toen heb ik gezegd, mama, dat geef me een klein stukje. Om iets te maken voor haar. Het zijn 3 verschillende dingen. Ze moet verhuizen, ze wil verkopen. Ja. Of uw vrouw moet verhuizen. De stiefmoeder van uw vrouw wil verkopen. En dan wil ze een auto kopen en dan wil ze hier komen wonen. Dus ik weet het niet precies wat is aan de hand. Dus ze zegt me zoveel dingen waarvan nu. Ze zegt voordat ik verhuis, mijn vriendin heeft die stroom, water. Zoals we krijgen hier, in deze woning. Maar nu, ik weet niet wat is aan de hand. Eentje zegt mijn stiefmoeder, zoals mijn schoonmoeder, zegt me, ja, ik moet weg van hier. Ik heb geen enkele woonplaats. En toen zei ik, mama, geef me een kleine ding om te bouwen. Het hoeft een 3 meter bij 3 meter. Ik zeg, alleen een kamer weg te halen. Toen ze zegt, het kan niet, je moet van hier weggaan. En je moet haar ook meenemen van hier. Dus u hebt toch nog steun. Jullie beiden hebben steun nodig van nog iemand anders. Ja. Tot op dit moment is er geen verlichting in de situatie van Padma Debi. De dringende roep naar een onderdak is na de feestdagen nog groter geworden. Een gesprek met de stiefmoeder heeft geen goed resultaat opgeleverd, doch zelfs verergerd. Padma Debi moet van de stiefmoeder zo snel mogelijk weg van die plek. Hebt u hulp voor deze jonge vrouw? Maakt u maar gerust contact met 1 voor 12. Dat raakt ik op. Dat raakt poten dat er onderzoek en ik foto je. Maar het heeft me wel goed onderzoek, maar bezoek. Voor niet dat er mijn beestje. Maar voor de zes me tak dat die. Het is dat ik me ko eerder. Maar mis me go eerder mijn eerste dat er. Me go tien zo pas ik kom go tien zo laat kan. Ik kan niet nangen ook toen niet.
Dus ik was daar. Van ons af, ze hebben z'n hangen. Maar wacht eens, ze hebben dat ze niet z'n hangen in hersen, no? Van hersenbloeding of wat z'n hangen. Oh, maar ze heeft een verlamptje zo. Ja, en dan beweegt. Dan beweegt. Dan moest ik gewoon zien. Na mis se avif go wasin kengo na wisi avan plasha mi jami bekhaleni fugo ono plasha ina foro si ja se besri bi ate so ni khaske bes me aksi in foto fkan bi mo yepi fu mo en plus mi nanga dem ci ta in foto alof no ma yep gi ya yep ina khe yepi so kan du kan charam patate fe mek gron tapushi mek de bigi wan fa kondre si de bigi sma fa kondre si grand lantici en dat denk al lang aan die jou. Bij voor even mijn gouden rok bij praktijk dat ik fasa doe en want die pietjes normaal je. Dus zo lees hij wat bij voor wat die temu door moet daar ook kom die moet daar een wan plaatsen dat zo maar bij tegen. Kijkers Reinier Pinas, beter bekend als Wong in Van Dijk en omgeving, brachten wij in aflevering 501 in het programma. Wong had een beroerte gehad en was als gevolg daarvan gedeeltelijk verlamd. Hij werd door zijn zus opgevangen, maar de thuissituatie is zeer slecht, waardoor zij de zorg van de broer niet aankon. De familie zocht in 1 voor 12 naar opvang voor hem, maar hij kwam onlangs te overlijden en is nu al ten grave gedragen. Iets voorbij de Wijnenbosbrug staat de mooiste en modernste mall van Kamerwijnen. Bridge Mall. Een mall met alle gemakken. Onder andere ondergebracht in deze mall, Die Gross Cambio. Hoeveel gaat u wisselen? 100 US. Met de voordeligste koers. En waar u makkelijk vanuit uw auto kan wisselen. Die Gross Drive-Thru. Van dezezelfde Cambio is er ook een filiaal schuins aan de overkant. Met dezelfde diensten. In euro's pinnen kan bij ons ook. In het weekend onder andere kan de hele familie zich uitleven. De kids kunnen zich gezellig vermaken met onze mascottes. Of genieten van onze lekkernijen. De krokante B-kip fried chicken met patat, pizza en ice cone. Voorlopig hebben wij nog enkele winkelunits vrij. Hier moeten jullie eerst komen halen. Bezoek de modernste mall van Kamerwijnen, Bridge Mall. De mooiste en modernste mall van Kamerwijnen, iets voorbij de Wijdenbosbrug. Compa Group of Companies. Nu kunt u zonder contanten op zak ook een auto bij Compa huren. Al vanaf 10 euro per dag. Betalen met uw Nederlandse bankpas en pinnen van euro's is dus ook mogelijk. Compa Car Sales verkoopt ingeruilde auto's in A1 conditie al vanaf $1500. Interne financiering met een aanbetaling van 25% mag ook. Opkoop van uw tweedehandse auto's met of zonder schade tegen contante betaling is ook mogelijk. Bij Compa bent u ook terecht voor keuring en verzekeringen. Herkeuren in de categorieën 1, 2 en 3 tegen de laagste prijzen. Verkoop van nieuwe auto-onderdelen en accessoires. Automontage. Uitdeuken en spuiten. En de Self-Reliance en Fatum-verzekeringen. Compa, Oost-West-Verbinding 77A, Meerzorg Kamerwijnen. Bezoek onze website www.compacar.com. Jongens, daar zijn we, Carlos. Waar ga je wakker nu? Dus een radiator bak heeft me boren. Heel wiki me waka suka manichon, no one see me na ma fina ma yon. Me oba stela ma in het buitenland. Zij du? A man shes stribete yon. Legja na el technico, na slangen ostrati. De ma ap alla mala, alla de baki disi. Dus je hoort het, il technico. De specialist in radiators, recoring and services. De radiatorenindustrie in Suriname, il technico. Voor ons is geen probleem te groot. Alle modellen, voor alle merken en alle maten. Alle auto's. You name it, we have it. Met zorg, servicen en repareren bij uw radiator tot het plaatsen van een nieuwe door terdege deskundigen. Service en reparatie van uw radiator, ons vak. Il Technico, de radiatorenindustrie in Suriname. Aircon Trading, garantie voor duurzaamheid, kwaliteit en specialiteit op het gebied van vestigingsartikelen. Heeft voor u moeren en bouten in millimeter, millimeterfijn, extra fijn, UNC, UNF, Weerbord in 4.6, 8.8, 10.9,
12,9 kwaliteit. Draadstangen in versink, koper en roestvast staal, slotbouten, houtdraadbouten, keilbouten, inbusbouten, zelfsnijdende bouten, spaandersplaat schroeven, zelftap schroeven, metaalschroeven, gevelschroeven, zelfborende schroeven, gipsplaat schroeven, machinegereedschappen en een merk Metabo en slij- en snijschijven. Metabo, work, don't play. Prijs, service en kwaliteit, dat is ons onderscheid. Deskundigheid en gespecialiseerd personeel staat u ter dienst. Uw bevestiging is pas goed als u Aircon Training bezoekt. Prinsenstraat nummer 35 is ons adres tussen de Waaldijk en de Zwartenhovenbrugstraat. Telefoonnummer 520682. Wij zijn geopend van maandag tot en met vrijdag van 8 uur tot 4 uur 's middags en zaterdag van 8 tot half 1 's middags. Die man ten je bent, ja. Ja. Die Brit ten je komt bakken. Aha. Nou, die bakken naar je door op bakken. Misschien dat mij al een mooie vrouw. Maar dat bakken meer zoeken wat. Even hard, man, buurvrouw. Nee. Maar buurt hem is donja met vier sweetie. Look, ja, verleden met konja. Ik ben een trouwen meubel. En een wand meubel is een kleren kast. Mooi zo. Ja. Is onder ons gesproken. Ja. INR met Bainer. In de actie, nu bij INR. Indira Gandhiweg tegenover de golfclub. Actie op wasaanrechten. Actie op deuren, ook PVC-deuren. Desgewenst op uw eigen afmeting. Kom en volg ook onze nieuwe bezending wasaanrechten. Klerenkasten, eetsets, wandmeubels en ander meubilair. Sla uw slag. Kom kijken en kopen bij INR Houtmarkt, Indira Gandhiweg tegenover de golfclub. Deze actie gaat zolang de voorraad strekt. Soms heb je zin om je even terug te trekken, weg van alles en iedereen. Wel, in alle rust genieten kan bij Babbins Pension. Een nette luxe pension voor kort en lang verblijf, te Windiwaai en wel aan de Van Kallenberg nummer 27. Een plek met een 24/7 service in goed gekoelde kamers met alle gerieven. Kom naast ons zitten, man. Ja. Dus ook met warm en koud water. Onze speciale roomservice geeft u dezelfde 1x24 uur service. Mag jij wat drinken? Jawel, voor mij een sapje of een Fernandez. Eten en drank halen wij desgewenst voor u. Babins Pension. Telefoon 48 68 97 of 89 31 92 4. Als u in comfort, privacy en stijl wil vertoeven, is Babins Pension de plek. Van Kallenweg nummer 27 te Windiwaai. Liever? Nee, hoor. Die batterij is niet goed. Wat ga je dan doen? Ik ga de bus pakken. Dan ga ik even naar United Auto Parts aan de Kankantri-straat om een ander te kopen. Doe niet dom, hoor, liever. Net hier aan de Bonnie-straat heb je een afdeling van United Auto Parts. Is een steenworp van hier verwijderd. Echt waar? United Auto Parts heeft de meeste onderdelen van heel Suriname. Op ieder terrein, United Auto Parts heeft het voor u in elke gewenste kleur. Alleen United Auto Parts heeft bijna alles voor u in huis. U krijgt van ons alvast een voorproefje op de buis. Enige echte Auto Parts Giant. Bij ons kunt u gegarandeerde kwaliteitsonderdelen kopen. United Auto Parts, Kankatriestraat 14 en Bonnystraat 112. Maandag tot en met zaterdag van 8 tot 6 uur zijn we open. United Auto Parts, de reus in auto-onderdelen. Kijkers, onze zendtijd zit erop. Bij de voorgaande items hebben wij u voor vandaag vergast. We beëindigen deze aflevering en zijn volgend week dinsdag terug met de andere. Let wel, 1 voor 12 is per heden op dit station te volgen en niet meer op ATV. De reguliere uitzending zal op de dinsdag zijn om 7:45 s'avonds en de herhaling op zondag eveneens om 6:00 s'avonds. Dan moet dat het zijn voor deze aflevering. Ik groet en wens u een prettige kijkstemming verder. Goedenavond.